Godzegen, broeders en zusters, wat fijn dat wij via social media toch elkaar mogen bemoedigen en steunen in deze moeilijke tijd. Ik heb een tekst uit Psalm 18 en eigenlijk is de hele psalm wel fijn om te lezen, maar ik ga het een beetje in stukjes doen en dan kunt u het verder, als u tijd heeft, zelf goed lezen. Het is Psalm 18, 1 tot en met 8. En hier heeft David een lied, een danklied, geschreven nadat de Heere hem had verlost uit de greep van zijn vijanden. Ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. O Heere, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn rots, mijn God, bij wie ik schuil. Mijn schild, horen mijns heils, mijn burcht. Geloof zij de Heere, roep ik uit, want van mijn vijanden ben ik verlost. En dan gaat het verder bij vers 20. Hij leidde mij uit in de ruimte. Hij redde mij, omdat hij welgevallig aan mij had. De Heere deed mij naar mijn gerechtigheid. Na de reinheid mijner handen vergoot hij mij. Als we kijken naar vers 21, praat de Heer over de gerechtigheid. Heel belangrijk in ons leven. Om rechtvaardig en rein te leven. Want ik heb de wegen des Heeren, ga ik even door vers 22. Want ik heb de wegen des Heeren gehouden. En ben niet goddeloos afgeweken van mijn God. Want al zijn verordeningen stonden mij voor ogen. En zijn inzettingen deed ik niet van mij weg. Maar ik was onberispelijk jegens hem. En wachtte mij voor gerechtigheid. De Heere heeft mij vergolden naar mijn gerechtigheid. Naar de reinheid mijner handen voor zijn ogen. Jegens de getrouwe toont gij u getrouw. Jegens de onberispelijke toont gij u onberispelijk. Jegens de reine toont gij u rein. Maar jegens de verkeerde toont gij u tegen. Toont gij u een tegenstander. Gij verlost het ellendige volk en vernedert de hoogvaardigen. In deze moeilijke tijd is het moeilijk om, doordat zoveel om ons heen gebeuren, om onze ogen op de Heere te houden, in plaats van om onze omstandigheden te kijken, naar onze omstandigheden te kijken. Alhoewel dat heel moeilijk is, dat is onze kracht. Want Hij is onze redding. Hij is onze burcht. En zoals het woord zegt in Psalm 18, Hij is getrouw met degene die getrouw zijn. Hij is rechtvaardig met degene die rechtvaardig zijn. Niet dat onze Heer onrechtvaardig is, dat is hij niet. Vaak zijn we bezig met de dingen die om ons heen gebeuren. Er gebeuren heel veel dingen om ons heen. We zitten nu opgesloten thuis. Sommigen zijn ook wel aan het werk. Maar we voelen ons heel onveilig door wat er om ons heen aan de hand is. We moeten onze ogen op de Heer gericht houden. Het is moeilijk. Je wordt vaak afgeleid doordat er heel veel op de media te lezen is. Maar juist hierin moeten we onze ogen op de Heer gericht houden. Want Hij is een goede God. Hij is een goede Vader. En Hij zorgt voor ons. En wat we net hebben gelezen in Psalmen. Hij zorgt voor de rechtvaardigen. Als je rechtvaardig bent met hem, is hij ook rechtvaardig. Niet alleen met hem, maar met je omgeving. En het is moeilijk, het is niet makkelijk. Maar hij is in alle omstandigheden, is hij met ons. En wij moeten proberen niet te kijken naar wat er ons heen gebeuren, maar naar wat hij in zijn woord zegt. Lees een woord, bestudeer zijn woord, bid, zoek zijn aangezicht. De tijd die je nu hebt, extra,
omdat je niet naar buiten kan gaan. Gebruik het om zijn aangezicht te zoeken. Meer in gebed, meer in zijn aanwezigheid, hem aanbidden, zijn woorden bestuderen, zodat je je bewapent met wat dan ook verder gaat gebeuren in deze wereld. Want hij heeft ons een behouden aankomst beloofd. Hij gaat met je door alle moeilijke tijden heen. Wat dan ook gebeurt, de Heere blijft getrouw. De Heere blijft goed. Zelfs als het niet goed gaat. Zelfs als je die baan niet krijgt die je zo graag wilt. Zelfs als je je huur niet kan betalen. Zelfs als je ziek bent. Dat betekent niet dat hij niet getrouw is. Maar hij gaat met je door al deze omstandigheden heen. Ik dank de Heer dat hij ons genadig is geweest. Dat wij, hoe dan ook, al is het thuis, zijn aangezicht nog mogen zoeken. Dat we nog zijn woord kunnen lezen. In vele landen is dat niet mogelijk. Maar wij hebben nog steeds de mogelijkheid om via social media met elkaar het woord te delen. Met elkaar toch te kunnen communiceren. Ik wil met u in gebed gaan en gaan bidden voor kracht, voor wijsheid hoe wij met deze situatie om moeten gaan. En dat de Heer ons beschermt en bewaart in deze moeilijke tijd. Dank u, Hemelse Vader, voor deze dag, Vader. Dank u dat wij in uw naam, Vader, dicht bij u mogen komen. U bent een goede God, u bent een getrouwe God. U bent onze burg, onze kracht, Vader. U bent degene die ons beschermt, die ons bewaart, Heer. Ik dank u wel, Vader, voor degene die naar dit woord luistert, Heer, daarmee gezegend kunnen worden, Vader. Heere, Vader, dat ze op de een of andere manier, Heere, kracht hieruit kunnen putten, Vader. Ik dank u wel voor uw genade, want u bent een genadevolle God. U bent een liefdevolle God. U bent onze redder in nood, Vader. U gaat met ons heen, door alle moeilijkheden heen, Vader. En u bent onze beschermer, onze licht, Vader. En ik dank u wel, Vader, dat wij, Heere, een behouden aankomst zullen hebben, Vader. Door alles heen staat u naast ons, met ons. En u beschermt en u bewaart ons. En ik dank u. In de naam van Jezus. Dank u wel dat u geluisterd heeft. En ik hoop dat deze video een zegen voor u zal zijn. En wees verbonden met elkaar. En bid voor elkaar. Heb elkaar lief. De Bijbel zegt de liefde bedekt veel zonden. En bid voor elkaar. God zegen u.